Zo dik. Bijzonder moment. De eerste. En ik hoop niet de laatste. Nee, ben je nog wat vergeten vandaag? Meestal laat je ergens wat liggen of ben je iets kwijt? Of... Nou, ik was zelf mijn telefoon kwijt, maar die is weer gevonden. Nog bij mijn sleutels. Goed zo. Hey, trainer van Duno. En je weet één ding zeker. Iedereen gaat zaterdag voetballen en Duno blijft puntloos. Beetje pijnlijk begin van de eerste weekend van september. Hoe zit dat? Hoe dat zit, als je dan gelijk hem helemaal doortrekt, de voorbereiding. Als je hem kijkt, prikkelen met spelerspasjes, de opkomst was goed. Alleen vakantie, blessures en allerlei andere dingen. Je zit toch gemiddeld op 10, 15 man wat je mist van de 47. In de totale groep. Dat is wel jammer. Gelukkig hebben we dus nog een week extra. Lekker fel en goed kunnen trainen. Om toch het een en ander op de rit te krijgen. En waarom speelt Duno zaterdag niet? We hebben de bijzondere omstandigheid dat Naaldwijk is vrij. Die heeft vrijgekregen in verband met 90 jaar bestaan. Dus ja, wij mogen toekijken. Eén ding weten we wel. We zullen in de middenmoot staan. Dat is een zekerheidje na zaterdag. Hey, je kondigt het al een beetje aan. Voorbereiding loopt niet vlekkeloos. Resultaten zijn ook wat wisselend. Dus je sprak al bijna trainerstaal door te wijzen op de blessures en alles wat erbij hoort? Nee. Gelukkig is dat het is allemaal tijdelijk. En de eerste bekerwedstrijd, dat was de eerste, op mindere wedstrijd qua resultaat. Maar best leuke dingen gezien. Ja, hoe komt dat? Je mist 6 spelers die je wil opstellen. In verband met spelerspas. Ja, dan moet je toch improviseren. En dat is dan weer jammer, omdat je weer niet door kan werken waar je mee in die lijn die je zit. Naar de eerste wedstrijd competitie toe. Wordt er desondanks nog een beetje gelachen bij Duno? Dat is wel de bedoeling. Want ik kan me niet voorstellen dat je een dag niet hebt gelachen. Oké. Hey, hoe schat jij in hoe goed de Duno spelersgroep het eerste en tweede nu is? En het derde uiteraard? Dat is lastig. Dat is lastig. Als je het vergelijkt, als je de sterktes neemt van een Gona, Estel en Die Hagen waar we tegen hebben gespeeld. Dan schat ik mijn groep toch wel op dat niveau in. En ik denk dat we nog wel een stukje beter kunnen. Hoe komt dat? Ja, als je terugkijkt naar vorig jaar, je hebt 4 basisspelers nog over. 4, 5. En de rest is allemaal nieuw. Ja, het vergt toch even wat tijd om wat dingen aan te passen en aan elkaar te wennen. En de nukken en de makken en de leukigheid van iedereen te leren kennen. Hoe bevalt u dan, Jan? Uitstekend. Nogmaals, het eerste wat ik al erover heb gezegd. Het is precies zoals ik had verwacht. Heerlijk. De club zelf is gewoon heel ontspannen en het oogt allemaal gezellig en leuk. En dus ook heel prettig om in te werken. Wat is voor jou nou het grootste verschil als je vergelijkt met Westland en Quintus vorig jaar? Ja, ik weet niet of ik kan vergelijken. Ja, Westland is toch anders. Het is een groep, trouwens vorig jaar een fantastische groep. Het is een groep die allemaal voor elkaar wilde vechten. En als team konden we daardoor best wel leuke resultaten neerzetten. Maar het is ook een groep die het ook heel erg leuk vond om lekker op stap te gaan. Op zaterdagavond. En het liefst nog zondagochtend erbij te pakken. Terwijl je zondagmiddag moest spelen. Ja, ik hoop toch wel dat we hier op tweede klasniveau daar anders mee omgaan. Ben je er al uit eigenlijk met je spelers? Wie waar speelt en wanneer? Of is het nog spannend? Nee, het is helemaal niet zo spannend. En de spelers weten het ook. En er zullen op 1, 2, misschien 3 plekken wat verschillen kunnen ontstaan vanaf dit moment. Maar dan heb je het wel te pakken. Ja, zo zeker al? Ja. Wat was het leukste Duno moment tot nu toe? Leukste Duno-moment. Nou ja, in ieder geval wat ontzettend leuk was, dat iedereen mijn verjaardag was vergeten afgelopen dinsdag. Dat was wel heel erg leuk om de moment van betrokkenheid te zien. Maar het leukste toch wel
de beleving als je sommige wedstrijden ziet, de doelpunten die we maken. En jij ook, je hebt een fantastisch doelpunt al gezien die je afgelopen jaren nog niet hebt gezien. Doelpunt voor jou? Nou, die zit er dicht achter, maar we hebben toch een paar leuke doelpunten gezien en eens, ja, die sprongen wel bovenuit. En wie dat is niet zo spannend, maar we hebben hem gezien in ieder geval. Ben je nog gefeliciteerd met je 22e, 23e? Ja, 28 augustus ben ik jarig geweest. Klopt, ja. Ja. Ja, maar hoe jong ben je geworden? Ja, ik weet wat je bedoelt. Oh. Nou, spreken we af dat we je kunnen feliciteren volgende week zaterdag na de eerste wedstrijd. Ja, en misschien dat ik dan, als ze me eens feliciteren, dan dat ik dan eens wat weggeef. Oh, oké. Okay. Ja, is dat een toezegging? Scheveningsbloed zit er nog steeds in. Oké. Okay. Succes met alles, Dick. Dankjewel.